Goedendag, nieuwe oogst, nieuwe week, nieuwe kansen. Vandaag kom ik eventjes op de fiets om even te laten zien waar we de fiets neer kunnen zetten. Veel mensen die komen lekker op de fiets en die zetten de fiets dan bij de kas neer of helemaal vooraan bij de parkeerplaats. Bij de parkeerplaats mag je hem ook gewoon neerzetten, maar je mag hem ook meenemen naar de tuin. Ik snap dat sommige mensen een dure fiets bij hebben of hem gewoon lekker graag dichtbij willen hebben. Dan hebben we hier nog eventjes een bordje staan met fietsen. Nou, ik heb even een kleinere fiets meegenomen. Die kan ik hier dus prima eventjes als voorbeeldje gebruiken. Mooi standaard erop. En dan staat hij mooi hier. Staat hij mooi veilig. Zorg dat als je deze kant op komt, dat je dan via het houtsnipperpad eventjes met je fiets loopt. Barton, de eigenaar van Ois Moois, rijdt nog wel eens met de tractor op een aardig tempo door de rijen heen om wat werk uit te voeren. Om ongelukken te voorkomen, kom eventjes via het houtsnipperpad. Hou het een beetje veilig voor jezelf. Neem hem gewoon even in de hand. Dan komt het helemaal goed. Oké, de eerste oogst, de nieuwe oogst van deze week, is de Oost-Indische kers. Dat is een eetbare bloem. Je kunt zowel het blad als de bloem eten. We zagen al een stukje verderop dat een hele plant uitgeknipt is. Dat is niet helemaal de bedoeling. Als je het eigenlijk gewoon houdt op alleen de blaadjes of afknippen. Dus je kunt hem afknippen. Je kunt hem bijvoorbeeld ook afknikken. Dus dat je hem knikt. Of met een mesje zou je hem ook nog af kunnen snijden. Bij de bloemetjes werkt het eigenlijk precies hetzelfde, dus die kun je ook gewoon eraf knikken. En dan heb je hier een hele mooie oogst. Ja. Oké, de volgende oogst is de doperwt. Die is al begin van de week al, staat de bordje er al bij. Sommige mensen hebben waarschijnlijk al geoogst. Helemaal goed. Wat we nog eventjes bij willen vertellen, je ziet bijvoorbeeld deze nog vrij dun. Net zag ik een hele mooie, nou, deze is bijvoorbeeld al wat dikker. Onderaan vooral hangen er wat dikkere. Neem de dikkere mee, dan kunnen de dunnere kunnen weer mooi dik worden. En dan kun je mooi je ertjes doppen. Yes! Oké, tegenover de groene bindsla hebben we nu ook de rode bindsla. Nou, die oogst je gewoon helemaal hetzelfde. Dus je houdt hem wat schuin, je snijdt hem onderaf en je kunt hem mooi meenemen. Oké, de volgende oogst is de rode biet. We hebben hier een paar mooie bedjes rode bieten staan. We doen twee bedjes in de oogst. In die twee bedjes kun je de mooie grote kun je uitzoeken. Zoals het stickertje aangeeft, trek je hem eruit en dan kun je mooi meenemen. Wel erg lief bij de haasjes. Er zijn enkele haasjes op de tuin geweest. Dus er kan af en toe wat vraat aan zitten. Maar dat is helemaal geen probleem natuurlijk. Oké, next hebben we weer de tuinboon. Bij de tuinboon is het zo dat je vooral naar de grote moet zoeken. Dus laat de kleine vooral hangen, die kunnen dan nog mooi doorgaan. Dus zoek vooral de grote, dikkere uit. Nou, we hebben mooie vier rijen. Even lekker zoeken, net als bij de peultjes. Dan heb je natuurlijk wel weer waar voor je tijd, zeggen we dan maar. Oké, volgende oogst hebben we de courgette. De courgette die is heel hard gegaan in de kas. We hebben natuurlijk een super mooie kas waarin we kunnen opkweken. En heeft hij zich al heel snel kunnen ontwikkelen. Waardoor we al lekker vroeg courgettes hebben. Alleen hebben we er nog niet super veel. Dus wat we jullie willen vragen is om de 1 per week per abonnee voor nu eventjes mee te nemen. We kunnen er straks wellicht meer worden. Maar nu willen we het graag nog een beetje spreiden. Zodat iedereen de kans krijgt om een courgette mee te nemen. Nou, bij de courgettes is het natuurlijk ook wel weer zo. Dat de ene bijvoorbeeld aan de plant wat kleiner is dan de andere. Loop maar eventjes meer de rij in. Ik heb er al een mooie gezocht. Dus we kunnen even mooi oogsten. Hier hebben we dus bijvoorbeeld al een courgette, die is al mooi op lengte. En die kun je gewoon bij het steeltje mooi afsnijden. Dan heb je een mooie courgette om mee te nemen naar huis. Oké, tot slot nog heel eventjes over de snijbiet. De snijbiet stond vooraan op de tuin. Ja, daar staat hij nog steeds. Daar hebben we hem even het bordje weggehaald. En het bordje hebben we wat verderop op de tuin gezet. Dan kan de andere snijbiet mooi weer teruggroeien. En deze is echt weer prachtig voor de oogst. Dus wil je voor de snijbiet komen, zoek hem dan wat verder op de tuin. Oké, tot slot. Er zijn ook appelboompjes geplant op de tuin. Er staan er nu 10 op. Er zullen in de toekomst vast wel wat meer komen. Maar dan weet je in ieder geval dat we ook appelboompjes hebben geplant. Daarnaast wil ik ook nog eventjes iets vertellen over de groenstrook die om de tuin heen komt. Die hadden we graag al erin gehad. Maar ja, met het droge weer kunnen we wel leuk gaan zaaien. Maar goed, we hebben toch wel regen nodig om die groenstrook aan het groeien te krijgen. Dus die zal waarschijnlijk moeten wachten tot september. Dus tot het einde van het seizoen.
Dan weten jullie in ieder geval dat dat nog wat droger blijft. Tenslotte hebben we ook nog het fruitabonnement. Die gaat in vanaf juli. Dus het fruitabonnement bij Always Moois die je hebt kunnen afsluiten. Daar krijg je een strippenkaartje voor. Die geldt van juli tot en met augustus. Maar wil je alvast wat framboosjes of bramen komen plukken? Always Moois is al geopend. Dus voel je je zeker welkom. Fijne week allemaal.